Ik ben Judith van der Maché, ik ben reïntegratiecoach bij de gemeente Groningen en ik gids 1 dagdeel in de week op het Talentborum. Men kan hier terecht om te oriënteren op zijn eigen loopbaan, om te kijken wat de mogelijkheden zijn om een nieuwe stap te maken. Maar ook als je begint staat van je carrière, kan je oriënteren op wat er allemaal mogelijk is op de arbeidsmarkt. Mensen kunnen een afspraak maken via de site van de Talentbron. En dan kan je kiezen voor het dagdeel in de week. Wij zijn open van maandag tot met vrijdag. Nou, zodra mensen binnenkomen, dan beginnen we op de kaart van de arbeidsmarktregio. En dan gaan we kijken waar iemand woont, waar je opgegroeid bent. Dus dat maken we persoonlijk contact met mensen. Dat is een mooi startpunt. En dan gaan we de wanden bij langs. En dan beginnen we vaak bij de wand tijd om te vragen waar is het nu tijd voor. Samen met de bewoner om een kastje open te maken. En dan kan je verschillende dingen tegenkomen. Dus bijvoorbeeld het kastje met de spiegel. Dan wordt er gevraagd van hoe zie je jezelf en hoe word je gezien. Maar zo zijn er ook kastjes met wat is je grootste wens? Dus waar droom je over? Wie heeft de zorg voor jou? Dus ook daar in deze wand hebben we best hele persoonlijke gesprekken met mensen. Maar geeft ook vaak veel inzicht en verdieping in wat is nu nodig voor de volgende stap richting werk. Of bijvoorbeeld een stapje richting zorg of hulpverlening. Talentenwand, daar gaat natuurlijk het talentperron over. Daar brengen we in kaart wat alle kwaliteiten van mensen zijn. Mensen gaan zelf kijken van waar zijn ze goed in. Vaak kiezen we ongeveer 3-4 talenten die heel goed bij je passen. Die gaan we later ook met elkaar bespreken. En we kiezen ook vaak 2 of 3 die je graag zou willen ontwikkelen. Nou, op basis van wat je uitkiest, dat is een kubus, staat bijvoorbeeld op wat past bij een bepaald talent. Welke opleiding past erbij, maar ook welk beroep past erbij. Dus wat heb je nog nodig als je het verder wil ontwikkelen? Maar ook wat heb je al in huis? Nou, op basis van dit inzicht gaan we vaak met elkaar even in gesprek om dat verder uit te diepen en een vervolgstap in te maken. Mensen die een baan hebben en ze oriënteren op een nieuwe stap in hun loopbaan. Maar ook studenten, wel of geen baan, bijbaantje. Eigenlijk iedereen die zich wil oriënteren op de arbeidsmarkt, maar ook op scholing kan hier terecht. Ben je nieuwsgierig geworden en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voel je vrij om afspraak te maken bij het Talentbron? Of tip iemand voor wie dit waardevol kan zijn?